Welkom op deze video. Ik sta in windmolen turbinepark de Eemshaven. Echt het allernoordelijkste puntje van Nederland. Er staat een mooie hele grote jongen naast mij. Heel langzaam te draaien, want er staat niet zo heel veel wind. Maar ik zal even ronddraaien en even wat laten zien. Een beetje tegen de zon in. Daar staat de camper. Kijk eens. We zijn namelijk vlakbij Vaals geweest. Ook op een camperplekje. Alleen Geef voor dat niet zo'n heel net plekje. Dat was tussen Vaals en het plaatsje Veilen in Limburg. Maar ja, Vaals, dat is wel zo'n beetje het zuidelijkste puntje van Nederland. Het drielandenpunt. En dan staan we dus hier nu op het toch wel het noordelijkste plekje van Nederland. Heel mooi. Als ik de motor nou uit zou zetten van de camp. En dan hoor je volgens mij alleen maar heel iets geruis van die windmolens. Verder helemaal niks. Echt lekker rustig hier. Elke windmolen heeft zo'n plekje asfalt. Wat je hier nog ziet. Bij elke windmolen. Je kan wel met 10, 20 campers staan volgens mij bij elke windmolen. Dat is echt zo. Dus, ik zei tegen Gea. Zoals gisteren met Oud en Nieuw, omdat wij op tijd gaan slapen, moesten we een plekje hebben waar geen vuurwerk wordt afgeschoten. Ik zei net tegen Gea, we hadden hier moeten gaan staan. Je staat je aggregaatje, en voor de blender 's ochtends en eventueel een kacheltje. En ik denk, wie komt hier nou? Maar ja, misschien wordt hier wel gecontroleerd door politie dat ze je wegsturen. Maar het zou dus een stiekem plekje kunnen zijn. Je s'avonds aankomt, een beetje later, en je zet hem hier gewoon neer en je gaat gewoon slapen. En als de politie aankomt en die stuurt je weg, dan ga je weer verder. Gewoon, heel in de verte hoor ik dan dat gezuis, zeg maar, van die molen af en toe. Van die wieken, eens kijken. Goeie, nou, het is net een walvis die ademt. Prachtig. Heel mooi plekje. Misschien doen we dat wel eens. Gewoon hier eens een keer overnachten. Gewoon eens even kijken. Kijken wat er gebeurt. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.